morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en wat gaan we eigenlijk doen vandaag, Roy? Nou, we gaan vandaag in deze aflevering van een kleine mini-server tour bekendmaken wie de drie winnaars zijn, hè, van jouw kanaal, die de invites hebben gewonnen met betrekking tot een figurantenrol bij de Outlaws Motorclub. Ja, we waren op zoek naar drie stoere kerels en ik denk dat we die wel hebben gevonden zo, Roy. Ja, of niet? Die staan hier al. Dus ja, de drie stoerste staan hier, althans twee. Ik weet niet wie de gastje hier al is. Hey, terugkom jij, hey. Kutkaan. Afpers, geen martelen jou. Je komt maar. Volgens mij heb jij drie winnaars gevonden, of niet, Jeff? Ja, ik denk het wel. Ze heten Jeffrey, Team. Zou ik de eerste, de tweede of de derde bekendmaken? Ja, doe maar in een mooie volgorde. Boeit het nou welke volgorde? Ik denk dat er aardig wat gastjes zijn die heel graag willen meedoen. Ik denk dat we wel drie mensen heel erg blij gaan maken. Ja. Mag ik een escape? Mag ik een escape? Ja, mooi was dat, hè. Hashtag escape. Nee, ja. Oké. Okay. Maar wie heeft er gewonnen, Jeff? Wie is de eerste winnaar? Nou, de eerste, dat is niet mijn buurman, maar hij heet wel buurman. Hallo, buurman. En dat is buurman Robin Mol. Dat is dan de eerste die je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, man. En ja, wat moet hij nou eigenlijk doen? Hij moet gewoon eigenlijk eventjes... Onder de tafel gaan zitten. Ja, zijn Skype-naam aan mij geven. Oh. Gewoon via een privéberichtje via YouTube. Of weet ik veel wat. Voor mij een paar Twitter hem gewoon eventjes. En dan moet je even je Skype-naam geven. Zodat je kan toevoegen. Nee, even via YouTube doen. Nou ja, via YouTube vind ik ook. Want via Twitter kunnen ook andere mensen ineens zeggen, ik ben het. Ja, je kan weer geen dinges doen, hè? Wat? Nee, gewoon via YouTube. Ja, via YouTube even via je account even reageren op op een video of weet ik wat. Ja. Dan hebben wij 100% proof. Ja, alles dik in orde. En de tweede is geworden Jelle24. Hij reageert ook bij iedereen. Hij is bij iedereen geabonneerd. En daar had ik zoiets van, nou, weet je wat? Tenminste, Roy had zoiets. Je moet hem nemen. Oké, dat. Ja. Dus, hij zit op elk kanaal, elke video volgt. Hij reageert elke keer heel positief. En het is een volhouder. En, Het is een 2-2, zou ik maar zeggen. Ja. Dat is een Nederlandse variant. Jelle24. Nou, voor hem geldt hetzelfde dan, hè? Met contact. Ja. Ja, en dan hebben we er nog eentje. En ja, dat was niet eens zo heel erg moeilijk eigenlijk. Want deze jongen die ken ik al. Deze jongen kennen jullie ook al, jullie kijkers. En dat is Knetterkees. En dat is degene die altijd meespeelde met Wie is Wie. Nou, ik heb geen Xbox Live account meer. Dus Wie is Wie wordt tijdelijk niet opgenomen. Oh. En, ja. Oh. Ook ben ik veel te druk natuurlijk met de film die we aan het maken zijn. Die pornofilm. Ja, popcornfilm. Pornofilm, daar al dat bloed. Juist. En natuurlijk ben ik druk bezig met deze server eigenlijk. Dus ja, het wordt hem gewoon niet tijdelijk. Maar dat komt alweer een keer en ik weet niet wanneer. Dus ik word al iedere keer gestalkt van Jeff, wanneer komt het nou? Nou, ik weet het niet. Dus ja, knetteren Kees. Hoppatee, daar zijn ze. Hartstikke idee. Drie erbij. Ja, gewoon even in één video. Hartstikke idee. Doen we. Nou, dat is dan €75 voor mij voor het opnemen. Ja, nou ja, je wordt waarschijnlijk door Twissam in Natura betaald op een gegeven moment, maar dat zien we wel later. Oké. Okay. Ja, wij binden je vast naar Twissam. Ja, iedereen volgt ook eventjes Twissam80. Dat is eigenlijk onze subbox fan. Wat is het eigenlijk? Onze lopende YouTube-encyclopedie. Moet je echt nemen. Ja, echt een YouTube-encyclopedie, inderdaad. Ja. Hij weet ja, het werk van Vis heb je eigenlijk overgenomen. Vis hield ook altijd alles bij. En Vis is vertijdelijk in een groot hotel, zeg maar. Met ontbijt. Ja, gratis, hè? Ook gewoon ook. Ja. Wij betalen ervoor. Ja, maar goed. Dat even terzijde. Dus ja, dat doet hij nu eigenlijk. Ja, maar je kunt zeggen over hem. Hij kan verschrikkelijk goed bouwen, die jongen. Echt maar. Ja, we gaan gewoon wat laten zien. Laten we even naar het station gaan, Roy. Kom. Ja. Heb je daar een warm voor of niet? Loop. He? Hebben we een warm daarvoor? Ja, maar we lopen er zo. Kom, we vliegen hier gewoon overheen, joh. Wij zijn stoer, wij kunnen gewoon vliegen. Hé, hey, waarom kan jij vliegen? Dat is niet echt, hoor. Kom. Hacker. Dat zien ze niet. Nee, ik edit dan wel weer weg. Dat we op de grond lopen. Dan een beetje over de grond zo.
Wat ziek idee. Kijk, hier is die. Ah, je mag niet door de tuin vliegen! Pas op! Kom. Kijk, dit bijvoorbeeld. Dat heb je gek gewoon allemaal met de hand, blokje voor blokje. NS, Noord-Zuidlijn. Ja. Heb je allemaal blok voor blokje, heb je dit... Nederlands station. Uitgehakt Nederlands, en daarna nog een beetje gebouwd. Oh, wat een grote lampen. Kom maar. Nou, hier heb je een... Wat een grote hal, zeg. Treinstationnetje. Met het treintje. Dus ja, dat ziet er super vet uit. De jongen kan echt wel bouwen en... Ja. Volg hem ook eventjes via Twitter, dat vind je echt vet. Doe dat even. Ik zal, als ik het niet vergeet, even de link in de beschrijving zetten. En dan... Gaan we zeggen, conducteurtje, we gaan. We gaan met de trein er vandoor. Nou, tot de volgende keer. Roy, kom op, we gaan met de trein er vandoor. Ik zit erin. Ik ook. Ja hoor, rij maar. Later.